Namens Radio TV Beverwijk zijn wij op dit moment op de locatie in Wijk aan Zee in een strandhuis. En naast mij zit Richard Koning. Dankjewel dat jullie even tijd wilden maken, want het is een speciale gelegenheid waarom wij hier zijn. Waar zitten wij? Nou, wij zitten hier in Beach Club Oost 3. Dat is bij de Zandpaviljoen aan de opgang Heliomare, dat je niet bij de verkeerde staat. En hier nemen wij gedurende de zomerperiode het programma Tune In at the Beach op. Want zoals iedereen misschien ook weet, Radio TV Beverwijk, we hebben zeker een hele grote radiotak. Ja. En die radiotak die maakt ook locatieuitzendingen. We hebben een speciaal locatieteam, maar we hebben ook een locatieteam zoals jullie dus, die ervoor gekozen heeft om in de zomer opnames te maken. Waarom? We hebben ervoor gekozen om in de zomer opnames te maken. Dachten van, we willen er eigenlijk op uit. In de studio is heel leuk in de zomer. Maar wat is nou leuker om op een locatie te zijn wat echt zomers is? Nou ja, dan kom je al heel gauw uit bij het strand. Want we zijn tenslotte gemeente Beverwijk. We zijn gemeente Wijkerzee Beverwijk. En een aantal jaar geleden, volgens mij 5, 6 jaar geleden, zijn wij begonnen bij het Strandpaviljoen de Kust hier tegenover. Hebben wij 3 jaar opnames mogen maken. En op een gegeven moment waren we toe aan een andere uitdaging. En toen hadden we zo van, we gaan alle paviljoens hier in de omgeving aanschrijven. Heemskerk, Beverwijk, Wijkerzee. En deze locatie, Pim en Nienke, de eigenaar, waren eigenlijk heel enthousiast al gelijk van, nou, we willen graag dat jullie bij ons opnames komen maken. Hoe hebben jullie dat ingebracht zo, van wij zijn... We hebben opnames van eerdere jaren hebben toegestuurd. We hebben ons min of meer gepresenteerd van om even langs te komen. Voorgesteld wat ons concept is, wat de ideeën zijn. En dat ook een beetje een reclame is voor de Beach Club zelf. Dus ja. Voor wat hoort wat. Ja. Dus dit is het derde, vierde jaar? Het tweede jaar dat we op deze locatie zitten. Ja. Ja. En je doet het niet alleen natuurlijk, hè? Want je zit hier natuurlijk wel mooi aan zo'n tafel, ja, microfoon absoluut, erbij. Ja. Maar naast jou zit een mede-presentator, ja, mede-technicus. Klopt. Wat is je naam en je rol in deze? Nou, mijn naam is Jos Lokhorst en ik ben net als Richard ben ik ook presentator, co-presentator. En, inderdaad, ik doe dus gewoon presentatiewerk, ja. Eigenlijk. Ja. En hoe ziet jullie programma eruit? Wat is de opzet van het programma? Nou, in principe hebben wij, als het mee zit, nu is het natuurlijk wat lastiger vanwege alle coronaregels en zo. Maar normaliter hebben wij dus gewoon een select aantal gasten die langskomen. Daar hebben wij dan gewoon een praatje mee over wat zij doen en, wat hun werk inhoudt. En hoe kies je ze uit? Waar denk je dan aan? Nou, sowieso proberen we altijd heel erg lokaal ook te kijken. Dus weet je, bijvoorbeeld, we zitten dan in Wijk aan Zee, dus dan is het altijd wel toepasselijk om dan gewoon mensen uit omstreek uit te nodigen, mm-hmm, voor het programma. Bijvoorbeeld vorige week hadden we iemand van de Beeldentuin, Matthijs, iemand die rondleidingen doet. En heb je het over de Staal van Zee? Ja, over de Zee van Staal. Ja, klopt. Ja, die hadden we dan bijvoorbeeld vorige week hadden we een heel leuk gesprek mee gehad. En daarna doen wij dan ook iets dat heet de quiz. Dus dan hebben we een select aantal vragen die moeten onze gasten dan beantwoorden. En dan kunnen ze dan een prijs winnen uiteindelijk. Ja, ja. En wat voor quiz moet ik dan denken? In welke genre? Ja, het kan van alles zijn. Het is muziek gebaseerd, maar ook actualiteit. Het is eigenlijk een beetje een mix. Mixwerk van alles. Ja. Ja. Jullie maken dus het programma. 2 uur, heb ik begrepen. 2 uur, ja, klopt. En dat nemen jullie op? Nemen jullie alles in één op? Of knippen jullie ook nog heel veel? Nee, in principe nemen we alles, alles inderdaad op. Maar uiteindelijk gaan we toch wel een beetje kijken van... Oké, zitten er bepaalde stukken in die er misschien uit kunnen? Wat eigenlijk kwalitatief niet heel goed is. We gaan wel echt kijken welke stukken zijn bruikbaar. En die worden uiteindelijk naar uitgezonden. Want je moet natuurlijk wel een beetje een goed lopend geheel hebben, zeg maar. Ja. Jos, jij doet dus dit programma. Doe je nog meerdere programma's bij Radio BV? Ja, nou, ik doe inderdaad het Tune In, maar ik doe ook Hardcore Time. Dat is het programma doe ik met René Tepas samen. Dat is ook. Dat is de mede die nu aan het werk is. Dat is de grote technicus van ons, inderdaad. Ja, ja. Ja, dat doe ik dus het programma Hardcore Time doe ik nu mee. Dat is een programma dat focust zich met name op de hardcore muziek. Dus daar hebben we gasten internationaal, maar ook nationaal bekend, minder bekend. Dus eigenlijk een beetje van de schaal van artiesten van verschillende niveaus. Ja. En is dit ook hardcore muziek of pas je het aan? De muziek die je nu hoort, bedoel je? Nee, programma. Is dat hardcore muziek of is dat andere soort muziek? Ja, wat we hier draaien, dat is gewoon van alles wat. Het is met name 80's, maar ook 90's, zero's.
gewoon af van alles. Als het maar gewoon een beetje zomers is en gewoon lekker, ja, lekker, lekker swingend is ook. Dat is ja, een beetje, ja. Maar het is wel heel anders draait. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja, het is zeker heel wat anders, maar ja, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Ik, nee. Ik ben van alle markten thuis, laat ik het zo zeggen. Dus ik, wat vind je het leukste aan dit programma om mee te werken? Ja, wat ik het leukste vind aan dit programma, ja, dat zijn eigenlijk te veel dingen om op te noemen. Maar als ik toch één ding moet opnoemen, dan is het toch al een beetje de gezelligheid ook. Dat is natuurlijk heel leuk om met deze twee heren... Je bent gezellig, programma is je dat? Ja, je hoort het, hè? Ja, heel leuk. Ook lekker leuk om een complimentje te krijgen, hè? Ja. Ja. Ja, maar het is gewoon een beetje hoe het in elkaar zit ook. Het is toch wel een beetje, het is toch gezelligheid, maar toch zit er ook wel iets heel serieus achter. Dat merk ik ook dat wij tijdens het programma, dat we eigenlijk een beetje een mix van humor, maar toch ook wel een beetje wat serieuzer, een serieus randje daar. Dat toch wel een beetje goed gebalanceerd is. Goed uitgebalanceerd. Ja. Richard, even terug naar jou. Ook een medeoprichter, presentator van het programma, René Tepors, die is hard aan het werk. Ja, je hebt werkpaarden en luxe paarden. Gaan straks uitzenden. Ja. Hoe ver voorbereiding hebben jullie nodig voordat je de uitzending kan starten? Nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Het lijkt heel veel, maar we hebben gelukkig René die heel technisch onderlegd is. Dus die binnen dat een uurtje helemaal klaar heeft. Maar er zit eigenlijk heel veel voorbereiding aan vast. Jos noemde het al, zo'n quiz. Nou ja, dat doe je toch wel een paar dagen omdat de actualiteiten in verwerkt worden. Dus je leest elke dag de krant. Je kijkt een bepaalde gebeurtenis, daar haal je wat uit en daar haal je dan een vraag uit. Gasten regelen, dat heb je ook best wel veel tijd nodig. Want ja, we zitten natuurlijk in een moeilijke tijd, coronatijd. Waarin niet alle gasten denken, die houden een beetje de boot af. Beetje uit angst van, ja, doe ik het wel, doe ik het niet. Daarom is het ook wat lastiger dit jaar om mensen bereid te vinden. Zeker mensen die hier uit de buurt komen. Gelukkig hebben we al een aantal bereid gevonden. Zoals iemand vertelt over het Beeldenpark Zevenstaal. Die heel enthousiast zijn en elke week willen komen. Vanmiddag krijgen we ook iemand vanuit Tip Wijkerzee. Nou ja, hoe toeristischer kan je het hebben uit Wijkerzee. Ja. Maar er ook wel mensen die zeggen van ja, ik zou heel graag willen, maar ik durf het eigenlijk nog niet nog aan. Niet, nee. Nee, precies. Maar kunnen jullie daar dan aanpassingen op maken? Dat jullie zeg maar, we houden de 1,5 meter, houden we goed in de gaten. Het is natuurlijk een vrij open locatie, dus de ventilatie is goed. Dat helpt dat? Dat helpt wel, absoluut. Ook als ze zeggen van nou, met de indeling van de tafel. De gast gaat bijvoorbeeld aan de andere ene kant, de presentator aan de andere kant. En de tweede presentator weer aan de andere kant. Dat je echt wel gegarandeerd die 1,5 meter hebt. Ja. Nou weet ik dat ze ook hier de maatregelen wel nemen met bezoekers die binnenkomen. Pim en Nienke hebben al in het begin al aangegeven van nou, we checken altijd even bezoekers na van heeft u gezondheidsklachten, ja of nee. Ook die 1,5 meter afstand wordt gegarandeerd. Dus dat je dat eigenlijk wel die veiligheid kunt geven aan de gasten. Ja. We gaan straks starten met het programma, het wordt opgenomen. Wanneer is de uitzending van het programma? Dat vindt de zaterdag daarna plaats, tussen 4 uur en 6 uur 's middags. Ja. Dus wat wij nu opnemen is vaak 3-4 uur en daar wordt er zo enorm in geknipt, geplakt. Dat je al aangaf, kijken of het kwalitatief goed genoeg is. Ja. Precies, en dan wordt het in 2 uur gepropt. Ja. En dat heb je een goed gevulde uitzending. Ja. Dit is een zomeropname, dus het houdt in dat er straks is het weer klaar. De toekomst van jullie programma, hoe zie je die? De manier hoe we nu bezig zijn, blijven we sowieso continueren. Zo nu en dan worden er ook weer nieuwe impulsen aangegeven, omdat je ook wel eigenlijk moet door blijven ontwikkelen. René en ik zijn 6 jaar geleden begonnen met Tune Into the 80s. Het programma echt ontwikkeld op de jaren 80. Maar we liepen op een gegeven moment tegen het punt aan van ja, we hebben eigenlijk in al die jaren dat we het gedaan hebben, zoveel al gedaan over de jaren 80. Op een gegeven moment zijn de onderwerpen op. Ja. En dan ga je toch ontwikkelen van nou, misschien moet het breder trekken. Jaren 90, de Zero's tot nu. Kwam Jos er ook bij, die wat jonger is dan ons. Je ziet het er niet aan, maar hij is het wel. Die ook wat meer... Blijf dromen, Richard. Ja, dat is waar. Die wat meer impuls heeft natuurlijk met de tijd van nu. Ja, René is ook goed, hè? Het is juist die wisselwerking. Ja. Ja, die symbiose is in ieder geval heel mooi om ouderen en jongeren daar het programma te maken. Dat is natuurlijk ook de toekomst. Ook de toekomst voor Radio Beverwijk. Voor jou is het ook dat je zegt, volgend jaar doe ik weer mee? Ja, absoluut zeker. Ik ben sowieso van de partij. Ja. Absoluut. Ja, het is gewoon veel te leuk eigenlijk. Ja. Ja, waar ik het net al over had, het is gewoon wat Richard net al zei, die wisselwerking, dat is gewoon dat is perfect. Ja.
Zegt hij, ja, die symbiose eigenlijk, hè, wat je net al zei, dat is, het werkt gewoon perfect. Ja. Ja, dat is kwalitatief ook gewoon, dat merk je ook in de uitzendingen. Dat is gewoon, gewoon goed zoals het hoort. Mooi. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier vandaag. En, ja, en ook natuurlijk voor de hele zomer. Het wordt prachtig weer. En eigenlijk is het weer altijd goed, hè, zeggen we altijd. Absoluut, zeker. Het weer is altijd goed en goed met ons zeker. Gezin. Ja. Ook voor jullie zijn we goed gezind dat het een mooi programma weer wordt. Absoluut. En graag tot de volgende keer. Dank jullie wel voor jullie tijd. Ja, jullie ook bedankt. Ja. Graag gedaan.